Soms is hij wel eens onhandig en denkt dan niet na bij wat hij doet. Wees niet ongerust, want wat er ook gebeurt, het komt altijd weer goed. Kom allemaal weer een verhaal. Want Calimero gaat op pad door haar idee. We leven het mee. Hij is zo waardig, lief en altijd aardig. Ben je in gevaar, dan staat hij voor je klaar. Met dat witte eieren. Omdat er maar 2 tickets zijn, zeker? Ja, we kunnen niet allemaal mee. Best jammer. Dat geeft toch niets, Calimero. Ga fijn op reis, dan vertel je ons later alles. Wil je mij dan laten gaan? Tuurlijk, en Priscilla gaat met je mee. Best, als Calimero het goed vindt. Laat ze maar lol maken, Pieter. Wij hoeven helemaal geen tickets te winnen om een luxe cruise te maken. Ik weet een manier, zodat we met z'n allen kunnen gaan. Je hoeft die 2 eerste klas tickets alleen maar om te ruilen tegen 6 tweede klas tickets, snap je? Goed idee, het is veel leuker om met z'n allen zo'n prachtige romantische cruise te maken. Vind je ook niet, Priscilla? Jij beslist, die tickets zijn voor jou. Priscilla, je snapt toch wel dat het niet leuk is om hier te blijven terwijl jullie die reis maken? Maar Calimero moet beslissen. Nou, dat is geregeld. Nee! En omdat het geregeld is, zorg ik voor alles. Geef hier. Ik ga met je mee naar het reisbureau voor het geval ze je op rare ideeën brengen. Het spijt me, alle tweede klas hutten van het cruiserschip Creuses zijn gereserveerd. En de derde klasse dan? Er is nog maar 1 hut over, het spijt me werkelijk zeer. En zou het misschien lukken met deze cadeaubonnen van het warenhuis? Je beledigt mij, jongeman. Ons reisbureau is bona fide. We laten ons niet omkopen. Oh, sorry. Dat reisbureau kan beter tickets voor boottochtjes verkopen. Misschien, maar hopelijk weten ze hier een oplossing. Kom. Maak je geen enkele zorg. Ik zoek voor jullie 6 plaatsen op een ander cruiseschip. Is het echt waar? We boffen. Even kijken, waar heb ik die folder liggen? Oh ja, daar is hij. Ik heb hem. Kijk, dit cruiseschip is even mooi als de Creuses. Het lijkt de Ark van Noach wel. Geen grapjes, jongeman. Dit is het beroemde cruiseschip de Calamares. Die heeft vast een roemrijk verleden. De Calamares of de Calamiteit, hij ziet er nogal versleten uit. Is er nog plaats, meneer? Ja, jullie kunnen zelfs hutten krijgen op dek A, luxe en comfort verzekerd. Dat had ik niet durven dromen. We moeten beslissen. Oké, maar ik weet zeker dat die hut minder comfort heeft dan mijn hondenhok. Hou op, zo'n prachtige kans doet zich geen tweede keer voor. Precies, aarzel niet langer. En wilt u hier maar even tekenen, jongeman? Tekenen? Waarom? Geen zorgen, het gaat alleen om een soort verzekering. Oh, juist. Mooi zo. Joehoe! Kom, dan gaan we snel het goede nieuws aan Calimero vertellen. Hé, wacht op mij, snelheidsmonster. Dank voor jullie bezoek, jonge vrienden. Luister, mijn lieve weidebloempje. Ik heb 2 tickets voor onze droomcruise op de Creuses. Ik tril helemaal van de spanning. Ik ook, maar het is de eerste keer ook dat ik een cruise maak. Is de Calamares echt zo luxueus? Ik heb nog nooit iets over dat cruiseschip gehoord. Wat gek! Vertrouw mij maar, ik neem je heus niet mee op een drijvende badkuip. Hallo allemaal! Hallo jongens! Nou, dat werd tijd, zeg. Rustig, een cruiseschip vliegt niet weg. Wil je mij even helpen om mijn bagage te dragen, Pieter? Oké, kom eraan. Nee, maar. Ik geloof mijn ogen niet. 1, 2, 3, 4, 5.
Wat is dat nou? Heb je soms een kofferwinkel leeg gekocht? Ik kan toch niet telkens dezelfde jurk dragen op elk bal dat de kapitein organiseert? Is de Calamaris er nog niet? Vreemd dat zo'n luxe cruiseschip zo'n smerige haven aandoet. Daar is die. Noem je dat een luxe cruiseschip? Ik vind het meer een spookschip. Het heeft een groot verleden, hoor. Je moet nooit meteen op je eerste indruk afgaan. Dat weet ik, maar de tweede indruk geeft me de neiging om te vluchten. Geweldig! Wauw! Huh? Hallo, meneer! Joho! Wat wil je, jochie? Dit schip is echt te gek. Het moet echt fantastisch zijn om een wereldreis te maken op zo'n geweldig schip. Vind je dit schip werkelijk zo geweldig? Oh ja, hoor. En hoe? Wel nu, ik ben de grote kapitein op dit grote schip, mijn jongen. Bent u de kapitein? Ik ben Juliano. Ik ben erg blij met u te reizen, meneer de kapitein. Als ik het goed begrijp, zijn dat de passagiers die meevaren? Dat zijn wij, inderdaad. Iedereen op de brug, maak je gereed voor vertrek. Tot uw orders, kapitein. Welkom aan boord van de Calamaris. Wij wensen iedereen een plezierige reis. We hebben 6 luxe eerste klas hutten gereserveerd op dek A. Dek A of dek B, noem het wat je wilt, dat hindert niet. Maar er is geen dek. Is er helemaal geen dek? Kapitein, zou u ons kunnen wijzen waar onze hutten zijn, alstublieft? We willen graag eventjes uitrusten. Dat is goed. Zodra jullie het anker hebben gelicht. Maar is dat niet het werk van de bemanning, meneer de kapitein? Precies, en vanaf dit ogenblik behoren jullie tot mijn bemanning. De deelnemers aan deze cruise beloven te helpen en hun best te doen om de reis van de Calamaris tot een goed einde te brengen. Deze verklaring is formeel en duidelijk getekend door een Pieter. Maar die vent in het kantoortje zei dat het een soort verzekering was. Waarom heb je dit niet eerst gelezen voordat je tekende? Ze hebben ons erin geluisterd. Ze hebben ons voor de gek gehouden. Ik kan het gewoon niet geloven. We hebben toestemming om dit geweldige schip te besturen. Is me dat even een kans? Juliano! Bravo, Juliano. Je bent van goede wil. Ik benoem je tot tweede stuurman. Ah, jij, kapitein. En jij, Calimero, staat aan het roer en leidt ons veilig over de oceaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Oh, dat heb je in de kortste keren geleerd. En jullie jonge dames maken het eten klaar en houden de hutten schoon. Wat denkt u wel dat ik ben? Een bezem met een bril op? Ik steek geen vinger uit. Oh, jawel. Wil jij weten wat er gebeurt als er op mijn schip niet wordt gehoorzaamd? Nee, liever niet. En jij wordt onze dekjongen. Bedoelt u dat ik op het dek lekker in de zon kan gaan liggen? Nee, je moet het dek schoonmaken en alle roest wegkrabben. Wat? U maakt het te bont. Ik ben moe en een vermoeide eend doet niet veel. Hoor eens, meneer. Wilt u dit werk niet in mijn plaats doen, toevallig? Dan geef ik u een paar kortingsbonnen voor het warenhuis. Ja, dat is aardig bedoeld, maar je hebt er veel voor betaald om dat werk te doen. Ik wil je dat plezier niet ontnemen, vriend. Het is helemaal niet leuk. Ik geloof dat ik ga huilen. Je moet werken, niet spelen, jongen. Wil je soms dat we zinken? Het spijt me, kapitein. U hoeft echt niet zo te schreeuwen. Dat is helemaal niet eerlijk, hoor. Kapitein, ik moet u dringend spreken.
Ik luister, wat is er? Er komt een grote zwarte wolk uit het zuid-zuidwesten opzetten. Ik ben bang dat dat het begin van een storm is. In meer dan 20 jaar heb ik geen storm gezien die zo hevig tekeer ging. Dat doet maar mijn jeugd denken. Ik hou anders ook liever goede herinneringen aan mijn jeugd over, net als u. Zeg dat wel, gaat het, Suzie? Het gaat een beetje beter nu mijn maag weer in orde is. Die van mij zit nog steeds in de knoop. Ik kan het roer niet meer houden. Wacht, ik help wel. Jullie mogen absoluut niet van jullie koers afwijken, maatjes. Goed vasthouden. Wat een lekkere storm, hè? Bof ik even. De golven maken voor mij het dek schoon. Ik heb nog nooit zulk leuk werk gedaan. Hoeveel heb je Erwin Krol ervoor betaald? Het is gratis en bovendien kan ik uitrusten. Kapitein, we hebben moeilijkheden. Huh? Er zit een gat in het ruim. We moeten iets doen, anders zinken we straks. Oh, nee! Was op het nippertje. Huh? Huh? Nou, ik kom de weer naar binnen. Ik denk dat we het schip moeten verlaten. Eindelijk een goed idee, maar ik heb aan het dek helemaal geen reddingsboot gezien. Wat zeg je? Maak je maar geen zorgen, jongens. We hebben 6 opblaasbare reservebootjes. Mooi zo, alle kano's zijn er. En wat moeten we nou doen, matroos Juliano? We trekken aan dit touwtje. En dan kan het water niet naar binnen komen, dankzij die bootjes. Nu snap ik het. Het water kan niet naar binnen als er geen lucht meer is. Juliano, je bent geniaal. Petje af. Ja, dat heb ik ooit eens in de film gezien. Maar de titel ervan, die ben ik vergeten. Als je het mij vraagt, was het ik worstel en kom boven. Kijk, ze zijn allemaal opgeblazen. En nu snel de luiken weer dicht doen. Deze keer hebben we niets meer te vrezen. Ja! Ik weet wel dat je eerst die fles moet schudden, maar je hoeft ook weer niet te overdrijven. Volgens mij kunnen we onze reis gewoon voortzetten. Tuurlijk kan dat. De Calamaris voelt zich als een vis in het water op zee. Ja. Welke koers moeten we varen, meneer de kapitein? Wend de steven naar het noord-noordwesten en halve kracht. Koers noord. Zo, maatje. En doet de radio het weer? Nee, maar ik geloof dat hij al een hele tijd stuk is. Geen zorgen, ik maak hem wel. Die ellendige radio, mij is dat niet gelukt. Zeg eens, kapitein, waarom bent u maar met z'n drieën om de Calamaris te besturen? Al mijn bemanningsleden zijn er vandoor gegaan. Waarom dan? Ze vonden mijn schip te oud. Vroeger was de Calamaris het allersnelste cruiseschip ter wereld. Iedereen droomde ervan aan boord te zijn. Het is nog steeds een schitterend schip. Dank je, dat doet me plezier. Maar toch zal ik mij ertoe moeten dwingen om haar vandaag of morgen te laten slopen. Oh, wat jammer. Ah! De radio doet het! SOS, SOS, ons schip is aangevallen door piraten. SOS, SOS, we vragen dringend om hulp. Huh? Piraten? We zijn vastgelopen op een rif, we kunnen niet meer varen. De piraten bestoken ons, help! Hier is de Calamaris, hier is de Calamaris. Bericht ontvangen. Dat schip is vast door de storm vastgelopen. We moeten ze meteen gaan redden, kapitein. Huh? Wij zitten immers het dichtst bij ze in de buurt. De
Calamaris is niet uitgerust om tegen een troep piraten te vechten. Maar er moet toch een manier zijn om ze weg te jagen? En omdat ze niet zo sterk is en niet zo snel als vroeger, mislukt dat vast. Dat kunnen we pas zeggen als we het hebben geprobeerd. Ja, maar dit is geen computerspelletje. Maar als het ons lukt, dan weet iedereen dat de Calamaris tot evenveel in staat is als elk ander schip. Je droomt, jochie. Juliano heeft gelijk, echt. Als we samenwerken en er met z'n allen tegenaan gaan, kan alles mogelijk worden. We moeten de vijand verrassen. Zeg ja, kapitein. Wat wacht u nog op? Stil te graag! Bericht aan alle bemanningsleden. De Calamaris gaat een schip helpen dat is aangevallen door piraten. Huh? Iedereen op zijn post voor de reddingsactie. Piraten? Machinekamer, volle kracht vooruit. Weet je wat zeker, kapitein? 100%. Laat zien dat de Calamaris niet een oude top is. Stook het vuur op en laat de machines razen. Tot uw orders. Koers noord-noordwest. Tot uw orders, kapitein. Zakken en geef je over, anders laten we jullie zinken. Die passagiers zijn stinkend rijk. Het wordt een vette buit voor ons. Vuur nog een waarschuwingsschot af, dan zien ze dat het menis is. Goed, baas. Had ik maar nooit de tickets van die jongens gestolen. Ik ben gewoon een vier. Dat is een cruiseschip. Wat? Ja, je hebt gelijk. Zie je het piratenschip ook? Ik zie alleen een kleine sloep. Er zit maar een handjevol piraten in. Verder niets? Een kleine sloep? Ja. Wat jammer, ik had gedroomd van een enorm schip. Als ze de cruisers maar niet gaan enteren. Mag ik aan het roer, Calimero? Baas, kijk eens. Wat? Ik heb het doel niet gemist, hè? Ik zal jullie manieren bijbrengen. Vuur! Malle donders! Het piratenschip heeft zich achter dat eiland verstopt. En wie beweerde dat ze alleen maar een sloep hadden? Maar ik heb nu een goed idee. We gaan er vandoor. Schiet dat verroeste conserveblik zo lekker als een mandje. Sneller! Ze halen ons in! Hun schip heeft de allersterkste machines die er bestaan. Doe maar vuur, maak confetti van ze! Wij kunnen beter van koers veranderen dan zij. Ik heb een idee. Voer van jullie maken. Volle kracht vooruit! Machinekamer, voer de machines nog meer op! Ze kunnen niet meer. Als ik de druk opvoer, ontploffen de ketels. Deze keer zijn we verloren. Nog niet, kapitein. Ik heb een oplossing. Hopelijk een goeie. Wat wil je doen? Ik vaar door die kloof daar voor ons. Het piratenschip komt daar niet doorheen. Die is te groot. Maar die kloof is ook voor ons veel te smal. Maar toch waag ik het erop. Goed, jongen, je hebt me vertrouwen. Ik weet dat het je zal lukken. Dank u, kapitein. Ik wil naar huis, naar mijn moeder. 10 kortingsbonnen van het warenhuis voor degene die me hieruit redt. Moet je zien, baas. Ze willen met hun schip door die smalle kloof heen varen. Haal ze in. Volle kracht vooruit. Maar baas, dat is onmogelijk. Volle kracht! Sneller! Oh, 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 oh.
dan minderen jullie je vaart. Sneller, zeg ik je. Voer de machines op. Huh? Maar baas, we hebben geen machines meer. Ik heb het gevoel alsof ik in het paradijs ben. Ik ook. Oh, al die bedankjes, dat heerlijke eten en drinken. Nou, ik verveel me hier een beetje. Hoe kan ik meer nu overdrijf je? Hey daar! Laat me onmiddellijk naar beneden, hoor je mij? We horen je heel goed, maar het kan niet. Jullie vervangen de zeilen die jullie hebben stuk geschoten. Je zegt het maar als je moe wordt. Goed, kapitein, maar op dit ogenblik ga ik hier graag nog even mee door. Nou, dan ga ik even naar de machinekamer. Over een paar minuten komen we aan in de haven. Wat fijn dat het weer zo goed blijft op zo'n prachtig ogenblik. Ja, ons grote avontuur zit er bijna op. Vind je dat niet jammer? Nou, nee hoor. Als ik thuis ben, dan pak ik weer mijn rolschaatsen, mijn mountainbike, mijn skateboard en mijn vlieger. Weet je, het avontuur zit overal om ons heen. Dat is zo. De dag van morgen zal nog spannender zijn dan de